Ik zit vandaag met Giel in een Minecraft-wereld waar je letterlijk alles kan minen. Ja, zoals je dus ziet, heb ik hier in mijn inventory de Anything Miner. Oftewel, we kunnen letterlijk alles minen. Oké, Giel, we hebben dus die Anything Miner. Oftewel, we kunnen alles minen. Wat wil je minen? Ik wil water. Water? Water heb ik nog nooit gehakt. Oké, ja, let's go. Stel je voor dat je water kan hakken. Oké, doe jij eerst. Ga maar. Hak het water, hak het water. Oké, let's go. Werkt het? Werkt het? Het duurt wel heel erg lang, maar... Wat? Wat? Ja. Huh? Oh, joh. Dat zag er zo raar uit. Wow, ik wil ook. Oké, nu ik. Kom op. Oké, het duurt echt heel lang. Sinds het eerst... Oh, wat? Oké, we hebben nu allebei water, Giel. Wat? Maar kunnen we nou hier op een land plaatsen? Zou dat kunnen? Nou ja, doe maar eens. Plaats maar. Oké, 3, 2, 1, bam. Nu gaat het gewoon zoals water is, weet je wel. Ja, het werkt een beetje als een waterbucket, lijkt het wel. Oké, wacht. Ik ga ook nog meer water hakken hier. Ik besef me nu gewoon wel zonder ijzer, heb ik. Ja, het is op zich wel goedkoop. Oh, ik heb hier helemaal niks gekregen. Oké, blijkbaar kreeg je niet altijd water als je water hakt. Nu wel. Oké, top. Dat is chill. Giel, maar wat... kan nu alleen water plaatsen? Is dat het enige wat we kunnen doen? Want dat is wel saai. Mick. Ik sloeg er net een keer per ongeluk in de lucht. En kijk wat ik heb gekregen. Ik heb lucht gekregen. Je kan ook lucht hakken. Oké, dat wil ik ook. Ik snap er helemaal niks van. Ik kreeg het gewoon. Ik klikte gewoon even een keer per ongeluk in de lucht. Ik wil ook in de lucht. Oké, ik krijg helemaal niks als ik in de lucht hak. Wacht, Giel, dit betekent ook dat we bedrock kunnen hakken dus. Bedrock? Alles kunnen. Ik heb altijd al een bedrock huis willen maken. Maar Giel, ik moet je iets vertellen, want ik heb al een beetje zitten spieken. Als het goed is, hoeveel water heb jij nu? Ik heb 1 water. Maar 1? Ja. Oké, wacht, kan je mij die geven? Ja. Oké. Nou, als het goed is, als we nu een crafting table maken, kunnen we ook dingen met water kunnen craften. We moeten ook... Wat? Ja, blijkbaar kan je ook dingen met water maken. Hoe gek dat ook is. Oké, dat is heel erg apart. Oké, als ik dan dit doe, volgens mij hoort dit te... Giel, kijk eens wat ik heb. Ja. Heb je waterschoenen? Ik heb waterschoenen gemaakt. Oké, en volgens mij zorgen deze waterschoenen voor iets heel bijzonders. Terwijl er een monster achter me komt. Oh nee. Daar kunnen de waterschoenen helaas niet bij helpen. Maar wat ik dus wel kan doen, als ik nu naar beneden hier hak. Even kijken. Ik wil... Oké, ik dacht even dat ik hier niet naar beneden kon vallen. Oké, zo. Kijk eens aan. En dan wil ik dit ook nog hebben. En als ik nu helemaal omhoog ga. Ja. Zo. En dan nog hoger. Als ik nu hier afspring, zou ik fall damage moeten krijgen, toch? Oh, 100%. Maar nee, doe het niet. Met de waterboots niet. Wat? Natuurlijk. Ja. Omdat je normaal altijd, als je het waterland, krijg je geen damage. Precies. Ja, dat is top. Maar als het goed is, kunnen we nog veel meer craften door deze editing miner. Misschien kunnen we ook bedrock kleren maken. Oké, dat moeten we echt proberen, Mick. Maar Giel, laten we eerst wachten tot het weer even dag is. Want ik word een beetje gek van het donker. Ja, snap ik. Oké, ze werken echt. Let's go. Oké, Giel, trouwens, kan je ook bladeren hakken? Is dat mogelijk? Nee, dat kan ook niet. Dat vind ik wel stom hoor. Oké, wacht. Even eerlijk hè. Ik ga nu even hierin kijken. En ik zie hier ook een air sword. Oh my god. Heb je nog meer air toevallig? Ik heb er eentje. Oh my god. Geef eens. Ik heb hem gegooid, maar hij is onzichtbaar. Ja, ik heb hem. Oké, als het goed is, kan je dus een air sword maken. Ik heb hem. Kijk. Oh my god, dat ziet er zo cool uit. Maar Mick, hiermee kan je toch iemand helemaal niet slaan? Jawel, let op. Pap. Wat? Kijk eens. Wat gebeurt er? Hij schiet je naar de lucht toe. Oh my god. Oké, dat is zo cool. Hier, alsjeblieft. Jij mag hem ook hebben. Wil je mij een keer slaan? Nou, het was eigenlijk best leuk om geslagen te worden. Sla maar. Dat deed helemaal niet zoveel damage. Wat? Oh my god. Oké, dit wapen. Als zeg maar iemand dit wapen tegen gebruikt, heb je dus echt die waterschoenen nodig. Hier, neem een schildpad. Ik zag het niet eens. Oh, jeetje. Oké, wacht. Even kijken. Want door de crafting table kan je allemaal recepten zien. En volgens mij is er nog veel meer. Je had dus de waterschoenen. Die hebben we al gecraft. Je hebt dus de air sword. Die hebben we net ook gecraft. Kunnen we nog meer craften? Wacht, hoe kan... Oh, dan moet ik dit even doen natuurlijk. Oh nee, Ik ben ook aan het kijken dat nog ergens wel lucht kan hakken of zo, weet je wel. Maar... Ja, maar hoe kan ik alles zien? Hij laat alleen maar dingen met hout en zo zien. Ja, dat heb ik net allemaal gecraft. Oké, Giel. Ja, ga jij even wat water minen? Ik ben toevallig... Ik ben benieuwd of je ook een water chestplate kan maken. Of een waterhelm. Oh. Zou je dan onder water kunnen blijven de hele tijd? Wacht. Mick. Als je water kan hakken, dan kan je vast ook lava hakken, denk ik. Of niet? Wat doen wij hier nog? Trouwens, daar staat een boom in de fik. Dat betekent waarschijnlijk dat daar lava is. Oké, ik ga snel lava. We kunnen het blijkbaar ook... Ja, hier is lava! Oh, dit is zo echt...
perfect. Oh, kunnen we ook een schaap minen? Zou dat kunnen? Ik weet het niet. We kunnen hem wel de lucht in slaan hier met dit zwaard. Kijk, ja, ik ben even lava aan het minen. Oh, ik zag het niet. Doe er eens één slaap. Oké, wacht. Die komt hij, ja. Oké. Oh, ja. Oké, hij gaat gewoon in één keer dood. Oké, deze niet. Oké, blijkbaar kan je hier ook staan dan. Oké, dat is ook wel fijn. Mick, ja. Je staat bij mij gewoon in de lava, ja, hoor. Weet ik. Gelukkig heb ik gewoon water mee. Oh nee. Oké, dat maakt niet uit. Oké, ik heb al twee lava. Ik ga kijken als ik vier lava heb of ik dan lava schoenen kan maken. Dat lijkt me echt heel cool. Nou, dat is een hele goeie. Ik ben ook echt super benieuwd, Mick. Maar mijn lava, als ik het hak, valt de hele tijd in de lava. Dat is wel minder. Oh, nou, daar heb ik geen last van, want ik heb al vier. Let's go. Oké. Ik heb er pas één. Oh, jij bent telkens veel sneller. Ja. Ik ga nu lava schoenen maken. Let's go. Hoppakee. Ik wil even dit, zodat ik een crafting table kan maken. En boom. Misschien kan jij voor de lava chestplate gaan. Als we tenminste Nee, Giel, we kunnen geen lava schoenen maken. Dit meen je niet. Nee, wat kunnen we dan wel met lava? Dat moet iets zijn. Kunnen we misschien een lava zwaard maken? Een lava zwaard kan ook niet. Er moet iets zijn, ja. Even kijken. Ja, dat dacht ik dus ook. Kunnen we helemaal niks maken met lava? Oké. Wat heb ik dan? Ik ben echt voor niks al dit lava aan het hakken. Nee, ik kan dat wel vasthouden. Kijk, dat is cool. Oké, Giel, blijkbaar kan je dus niks met lava, maar ik ben wel heel teleurgesteld. Ik heb heel veel lava gegraven, dus helemaal voor niks. Nou, trouwens, we kunnen deze schaap koken hier. Oh, nee. Weet je waar het wel handig voor kan zijn? Is wel een beetje stom, aangezien we dachten dat het veel koelere dingen kon. Maar stel je voor, ik regel je even heel veel steen, zo. Ja. Okay. Zou het niet... Oh, ik wil een oven maken, zeg maar. Een oven? Ja, kunnen we de oven er niet mee aansteken? Oh my god, ik ben dood. Oké. Mick, hoe krijg je dat nou? Nee, nu is mijn editing miner weg straks. Oh nee, is hij hier nog, Giel? Ja. Ik heb hem. Oké. Mag ik hem alsjeblieft terug? Oké, Giel, je hebt een oven gemaakt. En zo, allemaal eten. Wat lekker, zeg. Nee, ik heb geen honger. Want ik ben net dood gegaan. Maar Giel, zie je die mooie wolkjes boven je? Oh ja. Kunnen we die ook hakken, denk je? Je kan alles minen. Dus je kan ook wolken minen. En ik heb misschien gezien online dat we daar wel iets mee kunnen maken. Oké. Wat kunnen we daarmee maken dan? Ja, dat ga je straks zien. Eerst is onze missie om even helemaal naar boven te gaan. En ik denk dat we dat het snelst doen met hout, want dan kunnen we dat gelijk in planks veranderen. Ja, ik heb al heel erg veel hout. Ja, regel heel veel hout. Hoeveel hout heb je al? Ik heb 40 planks. Oh, je hebt gewoon een axe. Oké, dat is wel heel slim. Ja, wat denk je dan? Ik heb toen net toch superveel steen ook gehakt, net als jij. Ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Trouwens, kan dit ding ook niet super snel steen hakken? Dan kan ik echt heel snel. Zo, kom op. Oké, dit ding kan zeker wel snel steen hakken. Nou ja, snel. Het valt ook wel mee. Oké, laat maar. Dit is echt tijdverspilling. Ik moet hier omhoog. Giel, help! Ja, wat is er? Nee, niks. Ik wou gewoon om help schreeuwen. Maar ik krijg nu al mijn dirt, waarmee ik ook weer omhoog kan hakken. Want de wolken zijn erg hoog. En de wolken, die willen we hebben. Geloof mij, Giel. Daar kunnen we hele coole dingen mee maken. Oké, je maakt me wel heel erg benieuwd, Mick. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar die wolken toe nu. Ja, hoeveel blokken zouden we nodig hebben? Nou, ik heb nu denk ik bijna 2 stacks of zo. Nou, dat is echt nog niet genoeg. We moeten veel meer hakken. Giel, als jij mij misschien al jouw blokken geeft, dan hak ik ook wolken voor jou. Is dat een idee? Ja, maar ik heb ook nog nooit een wolk in mijn leven gehakt, Mick. Ja, I know. Wacht. Trouwens, ik zie al hele hoge bergen. Als we daarop staan, dat scheelt alweer heel veel. Oh, dat is echt super slim. Ja, precies. Dus ik ga alvast... Wacht, ik denk dat ik dezelfde hoge bergen zie. Ik ren achter jou aan. Oké. Nou ja, hak jij dat nog maar. Ik ga hier alvast omhoog. Want volgens mij, als we zo hoog al zijn, zijn we er al gewoon bijna, toch? Ja. Nou, ik neem nog even een paar blokjes voor de zekerheid mee, hoor. Maar nu heb ik echt meer dan genoeg. Voor ons allebei, denk ik zelfs. Oké. Nou, dat is top. Ik zal deze ook nog even hakken, want jij bent nog daar beneden. Kom op, Giel, schiet eens op. Ja, ik ben onderweg. Deze even mee en deze mee. Zo. Oh, wacht, Mick, ben jij al helemaal boven? Waar ben je dan? Nee. Ik ben bij deze boom hier. Waar ben jij? Ja, ik ben al verder naar boven aan het hakken, maar ik heb wel een idee wat ik voor jou ga maken, wat je net aan mij gegeven hebt. En... Wat ik net aan jou... Hier ben ik, Giel. Ja, ik zie. Ik ben hier omhoog aan het gaan. De berg op, naar de wolken toe. Zo, hier heb je een hele ingang. Dat is chill. Een hele ingang? Ja, je kan hier gewoon naar binnen lopen. Dat is echt top. Oké. Ja, je zal het zien als je er bent. Net alsof Minecraft ons wil helpen om naar de wolken te gaan. Oké, maar Mick, ik heb iets voor je gemaakt en ik denk dat het echt zo'n momentje wordt van, oh ja, weet je wel.
weet je wel, als je wat, zoiets wat heb je hebt van... Oké, maar als je nou naar boven komt, dan kan je dat mij geven. Ja, ja, ik ben onderweg, maar je hebt niet echt bepaald een hele handige tunnel gemaakt of zo. Nee, dat klopt. Ik zeg ook in de berg, daar heb je een soort van ingang. Ja, ja, ik zag het inderdaad. Ik ben er nou ook bijna. Even kijken, zo, zo en zo. Ik ben er echt bijna. Boom, bam, boom, boom. Bam, nou, ik ben bam, op het bam, hoogste puntje. Laat maar raden, okay. Jij hebt waterschoenen voor mij als ik val. Ja, de waterschoenen vallen naar beneden. Ja. Niet heel ver, gelukkig. Thanks, in ieder geval, dan kan ik niet doodvallen. Oké, Giel, ik heb in totaal iets minder blokken dan jij, denk ik. Ik heb er letterlijk 64 hout en... Oh, dankjewel. Oké, dit moet genoeg zijn. Oké, laten we naar boven gaan. Naar de wolken toe. We moeten wel een wolkje boven hebben. Ja, dat klopt. Maar laten we eerst gewoon zo hoog gaan als de wolken. Ja, ja, okay, ja. Let's go. Oké, jongens, we gaan dus nu letterlijk wolken hakken. Dit wordt echt heel erg raar. Misschien kan je ook lucht hakken als je zo hoog bent. Ik weet niet hoe je dat net hebt gedaan, maar... Ik weet het ook niet, maar... Ik kan geen lucht hakken. Ik kan nog ook nog geen lucht hakken. Oké, we moeten echt veel en veel hoger. En ik zeg je eerlijk, Giel, ik heb een beetje hoogtevrees, hoor. Ja, nou, dit is inderdaad... Oh, Mick, we moeten gewoon hierheen bouwen. Of... Oh, wat? Zie jij dezelfde wolken? Ja, ik zie die wolken, ja. Ik zie die wolken. Oh, let's go. Oké, ga jij? Oké, ik volg jou. En als de blokken op zijn, moet je schreeuwen. Ja, 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 is goed. Oké, normaal zou ik je nu slaan, maar ik ben te benieuwd. Dus nou, ik heb dat luchtzwaar... Ik heb dat luchtzwaar nog, hè, Mick. Ik sla even verder weg. Dus ja, je hebt dat luchtzwaard, dat klopt. Oké. Beter kan je hem hakken. Ja, ik hoop het ook, want de wolken verplaatsen zeg maar ook de hele tijd. En daarvoor zijn het ook wolken natuurlijk. Oh, echt? Dat is wel ongelooflijk. Ik heb nog nooit een wolk... Ik ben nog nooit zo dicht bij een wolk geweest, Giel. Nee, ik ook niet. Alleen toen ik in het vliegtuig zat. Ja, nou ja, maar dan ben je boven de wolken. Ja, dat klopt. Oké, sneller, Giel, sneller! We hebben hem bijna! Ja. Ja, ik ben onderweg. Oké, ik kan hem nog niet minen. Oké, naar links. Oké, let's go. Oké, ja, we zijn er bijna. Kom op. Oké, ik bouw gewoon in de wolken. Ja. Ja. Oké, en... Giel, hoe gaan we dit doen? Ik weet het niet. Ik zie ergens een wolk. Hoe kan ik een wolk hakken? Giel, ik kan hem hakken! Let's go! Ja, ik ook. Wat? Oké, blijkbaar moest deze wolk even soort van inrenderen of zo. Ik heb geen idee, maar laten we heel veel wolken hakken, want het duurde echt wel even totdat ik hier kwam. Giel, ik wil heel erg testen of ik... Ik kan zelfs over de wolken heen lopen. Ja! Wow, dat is zo cool! Oké, let's go. Oké, we moeten dus minstens 6 wolken hebben allebei. Oké. Ja, ik heb er al 6 hoor. Ja, ik heb er ook 6. Nou ja, laten we voor de zekerheid nog wat extra hakken, want we hebben zoveel moeite gedaan om hierboven te kunnen komen. Ja, dat is waar. Oké. Oké, let's go. Oké, Giel, ik heb er 8. Ik denk dat dat wel prima is. Ja, ik heb er 12, dus komt goed. Oké, nou Giel, nu moet je naar beneden komen. Ja, let's go! Oké, ik heb mijn waterschoenen aan. Oké, dit is heel eng, maar het werkt wel. Oké, kom op Giel, let's go. Oké, ik ga weer een crafting table maken. Ik heb er al één. Jij hebt er al één? Oké, ik had er ook al één gemaakt. Maakt niet uit. Wat kunnen we maken? Je laat me de hele tijd in spanning en ik heb nog geen idee. We kunnen dus, als het goed is, een cloudboog maken. Een cloudboog? Ja, een cloudboog kunnen we dus maken. Maar dan hebben we ook zeg maar van die draadjes nodig van spinnen, weet je wel. String. String. En jij hebt een mooie zwaard. Oh ja, die dus, heb ik ook nog. Dus als jij even gaat regelen, dan blijf ik hier wachten bij de crafting table. Ja, ik ga even wat spinnen zoeken hoor. Oké, nou, dit lijkt er meer op, hè. Gewoon Giel altijd. En Giel wel 6, hè? 6, ja, kom voor elkaar. Ik laat Giel gewoon al het werk doen. Wat top. One eternity later. Oh, wat duurt het lang. Ik heb touwtjes gevonden. Ja. Ik ben helemaal naar een cave gegaan. Oké, dan snap ik. Oké, geef mij maar 3 touwtjes. Zo. Jij bent goed bezig, Giel. Oké, als het goed is, als je dit doet en dan zo... Come on! Yes, let's go! Oké, Giel, kijk eens wat ik hier in mijn handen heb. Oh nee, hoe heb je dat ding gemaakt? Ik weet het niet. Oké, je moet zeg maar 3 clouds doen als een normale boog en dan die touwtjes rechts. Of andersom. Het was 1 van de 2. Volgens mij andersom, sorry. Ik heb hem. Oké, nu hebben we ook arrows nodig. Heb je die ook? Oh nee, maar daarvoor moeten we echt even wachten totdat het nacht is, Mick. Ja, maar Giel, heb je nou geen arrows? Wacht, kunnen we die arrows zelf maken? Ja, maar dat duurt heel erg lang. En als je van skeletons krijgt, het gaat veel sneller. Ja, we hebben dus maar 3 kogels nodig en dan hebben we al genoeg. Oké, laten we dan even wachten tot skeletons. Dan heb ik een leuk plannetje ondertussen. Oké. Want we kunnen letterlijk alles minen. Dus waarom hebben we nog geen bedrock gemined?
Oh ja, dat is een hele goeie inderdaad. Ik ga gewoon recht naar beneden minen. Misschien val ik in de lava, maar let's go. Ik wil bedrock minen. Oh. Ja, maar we hebben waterschoenen aan, hè. Dus misschien zijn we ook wel bestendig tegen lava. Dat lijkt me sterk, maar misschien wel. Ik heb geen idee. In ieder geval, we moeten helemaal naar beneden en dat duurt best lang. Want vroeger was Minecraft niet zo diep, maar tegenwoordig heb je dat, hoe heet dat ook alweer? Zo, ik val. Oh nee. Je hebt wel gelijk pijlen hier. Ja, ik heb gelijk pijlen. Oh, jij bent hier ook. Hi. Oké, heb je hem? Nee. Ah, creeper! Ah! Oh nee. Ik heb eten nodig. Oh, gelukkig heb je eten gemaakt. Oké. Okay, ja. Kan ik die pijlen oppakken? Nee, dat kan niet, hè? Oh nee. Ik kan wel alle zombies super ver wegslaan met het zwaard, Mick. Ja, waar ben jij? Oh, daar ben je. Oké. Okay. Ik ben hier. Kill even alles hier, zo. Dat zou heel fijn zijn. Dan ga ik vluchten. Ja. Heb jij pijlen al? Want je hebt maar 3 pijlen nodig. Ik ben nog even aan het kijken. Ik ben even nog wat mobs aan het killen, Mick. Ik heb nog wel even wat eten als je wil, want... Okay. Maar hij is ook bijna op, dus... Oké, ik wil wel eten. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, waar is het eten? Ik heb het gehoord. Het is hier heel donker, Giel. Oké, dankjewel. Oké, heb je pijlen? Oh, wacht. Ik heb er maar twee. Oh, we moeten er echt 3 hebben. Oké, dit is wel handig, want dan kunnen we alsnog gelijk... Ik kan al schieten. Jij kan al schieten? Oké, schieters. Ja, kijk, hier. Schieters. What? Oh, wow. Wajo! Oké, wat gebeurt daar? Is die spin ook groter? Nee. Wat is... Ofwel? Ik heb geen flauw idee. Oh nee, die spin was niet... Maar je moet 3 pijlen hebben blijkbaar. Ja, maar hier neem maar 1. Ik heb er daar 1 neergegooid. Oké, maar je moet er 3 hebben. 3 er... Oh, nu heb ik er 3. Oh, blijkbaar heb ik er 3. Oh, kom, laten we even een skeleton zoeken dan. Oh, ik zie er hier al genoeg. Wat doet het? Oh, ik zie het! Oh, shit! Ja, okay. Een hele bliksem. Ja, kijk, Giel. Kijk, let op. Op die creeper. Op die creeper achter je. Pap. Oh, wat? Oh. Hè? Hij staat zo stil. Hij staat stil in het ijs. Dat is heel lijp. Oké, ik wil er nog één. 3, 2, 1. Waar ga ik op schieten? Oh nee, ik val. Geen idee. Ik val. Ah, hier is een creeper. Oké, ik ben bijna dood. Oh jeetje, wat een drama. Kijk uit, Mick. Ja, ik kijk uit. Ik moet snel naar boven. Oké, zo. Ik heb nog maar een half hartje, Giel. Trouwens, die creeper is nog steeds gewoon bevroren. Ik ga nog een keer op die creeper schieten. Dat meen je niet. Let's go. Boom. Oké, dat deed helemaal niks. Oké, misschien moeten we toch even wat meer pijltjes gaan regelen. Ja, laten we zeker meer pijltjes regelen. Maar ik was op een missie. En die missie was om bedrock te hakken. Dus ik ga nog meer naar beneden. Ik weet niet, ben je dood of zo? Of waar ben jij? Nee. Ik was even pijlen aan het regelen voor je, maar wil je dat dan nog? Ja, regel jij pijlen, maar ik wil gewoon echt bedrock hakken. Ik zit al zo lang in deze versie van Minecraft en ik heb nog steeds geen bedrock gehakt. Oké, kom op. Ja, nee, ik wil ook heel erg graag bedrock. Ja, dat snap ik. Oké, even kijken. Ik ben bijna... Ik heb nou 3 pijlen. Wat moet ik daarmee kunnen? Jij, blijkbaar doet elke pijl wat anders. Dus 1 pijl bevriest het, de ander schiet onweer blijkbaar. Maar de derde pijl wat die doet, dat weet ik zelf ook nog niet. Ik ben al heel erg... Ik kom ook naar beneden dan. Ja, ik ben al heel erg laag. Ik zit helemaal in de deep slate. Maar nog geen bedrock. En dat is wat ik wil. Au. Oké, ik val weer in een cave. Waarom val ik de hele tijd in caves? Ik wil gewoon 1 keer in mijn leven gewoon bedrock in plaats van caves. Ja. Ik ben er ook bijna. Ik ben ook in een of andere cave. Maar, Nog lager. Ja. Ik ben bij je, gewoon in mijn gat vallen, hè. Je hebt geen fall damage. Oh ja, dat klopt. Ja, hier. Hoppa. Oh ja, maar nu kan je niet meer goed minen. Ja, meer. Blijkbaar wel. Ik weet niet waarom het nog lukt. Bedrock, of niet? Ja. Oké, wacht. Ja, we hebben ruimte. Ik ga het hakken. Kom op. Waarheid. Oh, ik zie het wel breken volgens mij, hoor. Ja. Oh, ik heb bedrock! Heb je bedrock? Oh, en je hebt allemaal recepten daarmee, blijkbaar. Blijkbaar kan je een bedrock axe maken. Pickaxe. Oh, oké, die moeten we echt hebben, Mick. Oké. Oh, dit is epic. Oké, let's go. Oké, blijkbaar kan je dus gewoon Heb je ooit mensen bedrock zien minen? Ik niet. Nee, ik ook niet. Dit is echt de allereerste keer dat ik bedrock hak. Ik heb mijn crafting table mee. Let's go. Ik heb een bedrock pickaxe. Destroy the world staat erop. Zal ik iets hakken? Ik wil het doen. Misschien moeten we bedrock hakken met een bedrock pickaxe. Ik hak bedrock met een bedrock pickaxe. Kan dat? Misschien rechter muisknop. Oh! Wow! Oh nee!
Oké, Giel, dat was letterlijk onze dood. Dat ging niet heel goed. Maar Giel, nee. Ik heb hier nog wat dingen in mijn handen dat wij allemaal nog niet ontdekt hadden. Wat is dat? Een lavaschild? Ja, blijkbaar hadden we gewoon een schild van lava kunnen maken. En schiet eens op mij nu. Oké. Wow, wat? Yo. Trouwens, wat gebeurt er? Ja, was wat er gebeurde met drie pijlen, Bik. Help. Je waterschoenen aan, dan ga je het ook overleven. Ja, ik heb geen waterschoenen bij. Wacht, ik kan wel in het water vallen. Let's go. Oké, sla mij eens met je hand. Met je hand. Kijk! Oké, nou dat hadden we nog niet ontdekt. Je had blijkbaar ook een lavaschild kunnen maken. Dat hadden we van de lava kunnen doen. We hebben hier dus de bedrock pickaxe. Nou, die doet dus dit. Die doet inderdaad dat. Die doet dat, maar ja, als je dat op het laagste punt doet, is dat niet heel slim. Wow, Mick, kijk, zeg maar, als je met die bedrock pickaxe dat doet, dan komt er allemaal bijvoorbeeld kool en zo eruit gevallen. Oh, wat? Die is gewoon oppakken. Alle oors blijven vallen gewoon. Oké, dat is wel heel cool. Maar Giel, we hadden nog meer dingen niet ontdekt. Je had namelijk ook een end summoner kunnen maken. Oh, Giel, maar ik wil even naar boven. Ja, ik kom er ook aan. Ik was aan het kloten, sorry. Ja, dit is niet heel... Oh, ik kom hier eens weer om boven. Die pickaxe hadden we nooit moeten ontdekken. Nee, het breekt de wereld. Ja, we hadden blijkbaar ook een end summoner kunnen maken. I hear you lonely, have a friend. Oké, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Zet hem maar neer of zo. Ja, misschien kan... Wow, Mick. Ja, het doet geen damage. Ik zit erop! Ik zit erop! Wat? Je zit erop? Waar ben je nou? Niet meer nu, maar ik zat op zijn rug. Oké, dat moet ik echt ook dus testen. Wacht, ga weer even snel een creative, want zo had ik ze even erbij gepakt. Want blijkbaar kan je dus veel meer dingen maken. Oké, ik wil erop. Kom op, hoe ga je op zijn rug? Rechte muisknop. Ja, dat probeer ik. Oh, waar? Maar ik deed met een bedrock pickaxe. Oké, kom op. Wat? Oké, ik zat er ook op. Oh, je zat er echt maar een seconde op. Ja. Oké, blijkbaar heb je ook de barrier chestplate. Dus stel je voor, we hadden een barrier gehakt, wat niet in Minecraft zit, maar die moet je dan inspannen. Dan hadden we dit kunnen maken. Ja. En hold shift for 3 seconds to activate. Oké. Nee, ik ga aan de kant. Ik durf het niet aan. Oh. Mick, je bent onzichtbaar. Oh, wat? Oh, dan kan je gewoon onder de grond kijken. Dan heb je een soort x-ray. Oh, yo. Oké, kijk. Nu ben ik gewoon een soort van... Ik zie je niet. Hier. Boom. Hallo, Giel. Hallo, Giel. Oké, en dat was niet het enige. Als we een comment blok hadden gehad, hadden we de comment cap kunnen maken. Ja. En, ik weet niet wat dit doet, maar probeer mij eens te slaan of zo. Bam. Okay. Ja, sorry. Dat was met dat zwaar. Oh, nee. Ik ga bijna dood. Oké, wacht. Sla me even niet. Nou, trouwens, sla me maar. Ik weet niet wat deze doet, maar het doet vrij weinig. Giel, dit was Minecraft, maar je kan alles hakken. Hoe vond je het? Geweldig. Ik vond het ook geweldig. Wil je nou de survival-serie zien van mij en Giel? Klik dan snel op deze video. Ja, ik ben dus blijkbaar nu met een noob of zo. Dus als je dat wil zien, klik dan snel op deze video. Dit is namelijk onze survival-serie. Superleuk, klik erop. Ik weet zeker dat je het leuk vindt als je het nog niet kijkt. Heb je deze video al gezien? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want er komt elke dag om 4:30 een nieuwe video. En ik zeg, Mick, out.